Hoi, ik ben Sanne. Ik kom uit T31 en mijn boek gaat over Harry Potter en het vervloekte kind. Het heeft 355 bladzijden en de schrijver is J.K. Rowling en is geboren op 31 juli 1965. De samenvatting van het boek. Het leven van Harry Potter was al nooit eenvoudig, maar nu hij een overwekte ambtenaar is op het ministerie van Toverkunst en vader van 3 schoolgaande kinderen, lijkt alles nog ingewikkelder. Terwijl Harry wordt achtervolgd door zijn verleden dat weigert verleden tijd te blijven, worstelt zijn jongste zoon Albus met een familieerfenis waar hij nooit om gevraagd heeft. J.K. Rowling heeft ook 8 films van Harry Potter uitgebracht en Fantastic Beasts. Ik ben op bladzijde 106 gebleven en ik heb gelezen dat Albus, de jongste zoon van Harry Potter, terug in de tijd wil gaan om Carlo Cannelassig te redden. Nadat hij een gesprek heeft gehoord met de vader van Carlo Cannelassig en Harry Potter zelf. Hij gaat inbreken bij het ministerie van Toverkunst, waar hij een goed beveiligde tijddrijver wil stelen. Na het lezen van deze bladzijden weet ik beter waar het boek over gaat dan als ik de samenvatting zou lezen. En ik wil ook zeker verder lezen en vraag me af wat er nog komen zal. Dit boek is in 2 delen geschreven en bestaat uit allemaal scènes, want het is in een scriptvorm geschreven. Bladzijde 189 gebleven en heb gelezen dat Albus en Scorpius terug het verleden in zijn gegaan en om Carlo te redden. Maar ja, die gaan dan bij het eerste deel van het tovertoernooi gaan ze saboteren. Maar als hij weer terug het heden gaat, blijkt het dat Albus helemaal niet eens geleefd heeft. En dat Ron en Hermeline uit elkaar zijn. En ik vind het een spannend boek. En ik vraag me af hoe het verder afloopt. Ik ga nu bladzijde 188 voorlezen. Dus een van de laatste bladzijden van dit deel. Potter, Albus Potter, die studeert hier niet. We hebben trouwens al jaren geen Potter meer op Zwijnstein gehad. En van die laatste is ook niet veel terechtgekomen. Het is niet zozeer rust in vrede, Harry Potter als wel rust in eeuwige wanhoop. Wat een lastpak was dat. Ook is Voldemort net aan de macht gekomen en ik vraag me af hoe dat is gebeurd. Ik heb nu tot bladzijde 281 gelezen en ik heb gelezen dat Scorpius Ron en Hermeline vinden die ondergedoken zitten. En samen met hun gaat hij terug in de tijd en verandert zeg maar alles weer naar zo als het was. Ik heb het boek nu uitgelezen en ik heb nog, ik weet nu het einde. En Delphi neemt Albus en Scorpius terug in de tijd. Naar het moment dat Voldemort dood is gegaan, waarbij hij Harry Potter wou vermoorden. En waar Voldemort zijn ouders heeft vermoord. Albus die is zeg maar bij het huis. En is zo slim geweest om op het dekentje wat zijn vader in het heden heeft bewaard, om daar een boodschap op te zetten. En die krijgt dus zijn vader in het heden en daardoor weet hij dat hun daar zeg maar zitten. Ik vond het een heel spannend en leuk boek en ben blij dat ik het heb gelezen. Ik zou dit boek zeker aanraden als je van spannende boeken houdt.